Luc, jij bent ook een icoon geweest in het presenteren van programma's. Kijk jij nu ook nog naar programma's of heb jij zo'n voorkeur voor een presentator momenteel? Ja, we kijken natuurlijk naar wat de collega's doen. We kijken naar alles wat op televisie komt. Eén keer. We willen het minstens gezien hebben. Maar we zijn geen fervente volgers meer van alle programma's. Want er is tegenwoordig een overaanbod. En ja, het vak wat ik beoefend heb van... presentator en op een behoorlijke manier goeie avond, dames en heren, zeggen. Dat bestaat bijna niet meer. Ik denk dat dat een uitstervend ras is. Jammer, maar het is de tijd. Hè. En we moeten mee met de tijd. En is er iemand die jou wel bijblijft op de tv? Ja, er zijn heel veel goede gezichten. Hè. Heel veel. Ik kan geen namen nu meteen benoemen, want ik zou enkele collega's tekort doen. Maar er zijn ook nog mensen die behoorlijk goed bezig zijn. En zijn er bepaalde programma's waar jij van geniet? Ja, maar die liggen niet in de sfeer van wat ik doe of gedaan heb. Dat is meer de detectives zo. Ja, Frost en Vera en dergelijke. Hè. Ja. En gaan jullie nog andere projecten doen buiten de theatershow? Ja, we worden nog veel gevraagd voor televisie. We komen nog heel vaak in programma's. We zeggen meer nee dan ja, omdat we alleen de kersen uit de taart halen. Maar ik vind het wel nog altijd leuk. Zolang als we energie hebben en goesting, gaan we door. En kan je al iets vertellen waar jij nog, of jij en Bart nog binnenkort in te zien gaan zijn? Nee, daar moet je naar kijken. Je zult deze zomer wel verschillende programma's zien opduiken. Goed, dankjewel.